geweldig. Oh, dit is zo schattig. Ik denk dat kleine kinderen dit ook geweldig vinden. En ze doen allemaal wat. Deze gaat bellen blazen. En u bent hier gewoon kijken? Nee, ik help mee, omdat Wim, die daarboven zit, dat is een vriend van mij, van vroeger. En die heeft dit, die is ooit hier naartoe verhuisd. En die is begonnen met die corso-wagens. En toen zei hij tegen ons, want ik woon in Zwolle, van wil je niet eens helpen? En toen dachten wij, mijn man en ik, waarom niet? Nou, en toen zijn we gaan plakken en konten. Nou, en nou doen we dit al voor het 7e jaar. En het is een groot feest. Ja, geweldig. Elk jaar weer? Elk jaar weer, ja. We houden er ook een beetje rekening mee met de vakantie. Altijd rond 24, hè, dan is dit. Eind augustus. Dan gaan wij niet op vakantie. Wij willen gewoon hier een dagje bij zijn. Echt voor de corso of ook het feest? Het volksfeest? Nee, want ik ga vanavond nog weer terug naar huis. Het is mij echt voor het plakken en voor de sfeer hier. Want hier heb je ook altijd 40 mensen aan het werk. Je krijgt koffie, je krijgt... Dus u ziet het niet in de optocht? Nee, heb ik nog nooit gedaan. En ik heb nou afgesproken dat ik volgend jaar boek ik een hotelletje en dan blijf ik 2 dagen. Want dan wil ik het wel eens zien.